Burgemeester van Sint-Niklaas van en voor N-VA. Ik ga meer naar de kerk bij begrafenis dan bij andere gelegenheden. Maar ik vind de waarde van het evangelie wel heel belangrijk. Ze ook wel zullen merken in alles wat ik doe, dus dat daar toch die basishouding in zit. Je hebt de feiten, je hebt duiding en je hebt opiniering. Proberen de journalisten al direct aan de opiniering te doen, terwijl vind ik een taak in eerste instantie nog altijd is het brengen van de feiten. Vroeger de kartel, N-VA, CD&V. Ik vergelijk het altijd met een adoptie. Hè. De CD&V heeft ons toen geadopteerd, maar het adoptiekind is zelf volwassen geworden, is op eigen benen gaan staan. Is Zwarte Piet, is dat racistisch? Ik heb inderdaad in 1989 samen met een aantal vrienden het Sint-Nicolaasgenootschap opgericht. Zwarte Piet is in ontstaan in de middeleeuwen eigenlijk als een contrastfiguur met Sinterklaas. Dan heeft dat helemaal niks te maken met zwarte mensen. Als je dat doorzien en ze zeggen ja, maar dat is juffrouw X of dat is leidster Ips, ja, dan werkt het niet. Dan is het een maskerade. Pleiten voor een basisinkomen voor iedereen. Dat gelijk is, ik denk niet dat eigenlijk economisch en maatschappelijk gaat werken, want dan ga je weer met andere verschuivingen zitten. Dus. Is N-VA een gevaar voor de democratie zoals we die nu kennen? Ja, eigenaardige en een licht ergerlijke vraag. Huh? Vragen of dus de grootste partij van Vlaanderen een gevaar is voor de democratie. Ja, Vlaanderen en Wallonië, kwestie van maatschappelijke opvattingen, problemen, uitdagingen. Toch wel fundamenteel verschillen. Maar u zei het daarnet nog van solidariteit. Is maar het ene sluit het ander niet uit. He. Onze bedoeling is dus dat Vlaanderen een volwaardige lidstaat zou worden van de Europese Unie, maar dus dat Europa van onderuit moet groeien, vanuit de mensen, vanuit de regio's, vanuit de gemeenschappen.